Het is weer eens tijd om te gaan kijken naar mijn locker in Fortnite. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst even een hele dikke shout-out doen naar Berend. Hij heeft namelijk de Heron Stance Hero skin gekocht met sportercredicode te veel gevraagd. Hashtag ads, dus even een hele dikke shout-out naar jou. Ja, we zitten nu in de lobby van Fortnite en we gaan beginnen met het kopen van iets uit de itemshop. Dat vind ik altijd wel leuk. Eigenlijk altijd als ik mijn locker laat zien ga ik eerst wat kopen uit de itemshop die we vandaag hebben. Ik heb al een Cobra Kai skin gehaald, dus die hoef ik niet meer te kopen. Sportercredicode is trouwens ingevuld, super vet. Trouwens, als jullie dat nog niet hebben gedaan, doe dat eventjes. Vul in ieder geval een supportercredicode in. Want als je niks invult, dan gaat die 5% direct naar Epic Games. Hashtag ad. Alright, laten we dan gewoon nu iets gaan kopen. Wat is grappig. Oh, ik vind deze Holy Striker wel vet. Oh, wacht, deze is ook vet. De Falala Fishstick, die heb ik blijkbaar nog niet. Wauw, laten we die gewoon kopen. De Falala Fishstick in 3, 2, 1. Let's go, we hebben hem geclaimd met supportercredicode. Te veel gevraagd. Oké, laten we nu beginnen met onze locker. Wat zit erin? We gaan alles even langs. En ik heb een selectie gemaakt van mijn favoriete skins. Dus laten we beginnen bij ook gelijk de skins, want die zijn het meest interessant. Oké, ik heb dus nu deze Karateka Jones aanstaan en ik heb hier van alles. En ik heb een paar dingen als favorieten opgeslagen, als een beetje voorwerk. Want ik heb zoveel skins, kijk maar wat ik allemaal heb. Je kan de video op pauze zetten en dan zie je vanzelf wat er allemaal in zit. Maar het zijn echt heel veel verschillende skins die ik de afgelopen tijd heb gehaald. Het zijn voornamelijk Battle Pass skins. Maar er zijn een paar met een bijzonder verhaal. Daar ga ik er straks eventjes op verder. Want ik heb een paar hele zeldzame skins ertussen zitten. Waarvan ik in de eerste instantie helemaal niet door had dat ze zeldzaam waren. Dus laten we even naar beneden gaan zo. Ik heb heel weinig uncommon skins. Echt mega weinig. Oké. Laten we nu filteren op, waar staat die, favorieten? Ja, favoriet. Dit zijn mijn favoriete skins. Laten we eens eventjes doorgaan. Ik heb hier Ariana Grande natuurlijk. De Love Ranger. Een van de eerste skins die ik ooit heb gekocht. Dat is geïntroduceerd in seizoen 2. Omega natuurlijk. Seizoen 1400 skin. Raven skin. Dit is de eerste skin die ik ooit... Eerste itemshop skin die ik ooit heb gekocht. De Raven skin. Leuk verhaal. Seizoen 3. De Reaper natuurlijk. Trouwens, gisteren heb ik een video gemaakt van de top 10 zeldzaamste skins in 2022. Klik op het i'tje voor die video. Dan heb je een beetje een idee van wat zeldzaam is. Want deze staat bijvoorbeeld in die top 10. Dan de volgende is de Blockbuster. Of de Blockbuster. De Visitor. De Visitor skin. Die komt natuurlijk uit seizoen 4. Was een geheime skin. Die je moest unlocken door middel van challenges. Dan hebben we deze eerste. Misschien. Nee, volgens mij was dit een van de eerste gratis skins die we ooit konden unlocken. Dus daarom heb ik hem aangevinkt. Dan hebben we de Ace. Dit is een skin die maar één keer volgens mij in de itemshop is geweest. En uit een bundel komt. Die bijna nooit meer terug is gekomen. Dus daarom is die zeldzaam. Hetzelfde geldt voor deze Wingman. Die is ook vrij zeldzaam. De Fishstick skin vind ik is gewoon een van mijn all-time favoriete skins. Daarnaast hebben we de Reflex skin. Deze skin is eigenlijk een soort van bug. Is een fout geweest van Epic Games. Die hebben ze namelijk per ongeluk in de Epic Games Store gedaan. Maar dit had eigenlijk een promotie moeten zijn voor Nvidia. Dus deze is maar één keer in uit, of nee, twee keer in uitshop geweest. Twee dagen achter elkaar. En daarna nooit meer. En ik heb hem gratis gekregen door middel van die promotie uiteindelijk. Dus daarom is die heel speciaal. Dan hebben we Ruby. Dit is mijn favoriet op dit moment. Ik gebruik deze het meeste over het algemeen. Ik vind Ruby gewoon een vette skin. Dan hebben we de normale reflex. Eigenlijk de stealth reflex. Die de mensen ter compensatie hebben gekregen. De mensen die dus een Nvidia bundel hadden. Dus ja, deze is ook best wel zeldzaam. En dan hebben we nog de Tart Tycoon skin. Die natuurlijk gratis is weggegeven vanwege het hele debacle rondom Apple en Epic Games. Oké, dat zijn mijn favoriete skins die ik heb. Laten we doorgaan naar mijn backlinks. En dit zijn al mijn backlinks. Ik zal ze eventjes aan jullie laten zien. En ook hier heb ik de favorieten eventjes voor jullie geselecteerd. Die zal ik straks aan jullie laten zien. Maar dit zijn alle backlinks die ik op dit moment heb. Het duurt veel te lang om ze allemaal één voor één langs te gaan. Want dan wordt deze video echt een uur lang of zo. En daar hebben we geen zin in. Oké, laten we doorgaan naar de favorieten. Hier staan ze. Ik heb er maar 8 geselecteerd. En ik ben voornamelijk heel erg fan van de Wings, zoals je hier ziet. Ik heb 4 Wings geselecteerd. En die vind ik by far het leukst. Daarnaast vind ik deze twee, de Black Hole en de Nucleus, heel erg vet. Omdat, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel ziek. Ik ben fan van de ruimte en ik kijk veel video's daarvan. Dus daarom vind ik dat leuk. Daarnaast vind ik de Shark Fin ook leuk. Gewoon puur omdat hij grappig is. En de Pool Party Backbling is ook een leuk verhaal. Want in het begin van Fortnite, dit was van seizoen 5.
Ik heb per ongeluk geselecteerd. Dat is niet de bedoeling. Maakt ook niet uit. Maar in het begin van seizoen 5 heb ik deze backblink dus... heb ik het erover gehad dat het misschien een item zou worden. En achteraf bleek het een backblink te zijn. Dus dat was wel grappig. Was een foutje. Kan gebeuren. Laten we doorgaan naar de pickaxes. Want we hebben heel veel pickaxes. Laten we eens even kijken naar wat ik allemaal heb. Ik ga er niet te lang over wachten en zo. Ik heb daar geen zin in. Dus laten we gewoon eventjes kijken wat we allemaal hebben. Ja, hebben jullie het gezien? Je kunt altijd pauze zetten. En dan kan je het nog even rustig bekijken. Laten we dan nu gaan naar de favorieten. Oh, ik heb per ongeluk op favorieten gedrukt bij deze. Dat was niet de bedoeling. Want dat is niet een van mijn favorieten. Ik heb toevallig nu geselecteerd. Ik heb 4 favorieten. Namelijk deze. Ik mis daar eigenlijk eentje. Dat is de normale variant van deze. Die heb ik ook. Heb ik helaas, ben ik vergeten te favoriten. Maar ik vind deze heel leuk. Omdat die horen die wordt groter naarmate je kills maakt. Dit vind ik gewoon een hele vette blade. Die vind ik echt heel ziek. Deze vind ik ook heel vet. De Abyssal Blade heet die zo? Oh, ik selecteer hem per ongeluk. Dat wilde ik niet doen. En dan had ik er nog eentje. En dat is, even kijken, deze. Die vind ik ook heel vet. Die heb ik ook een hele lange tijd gebruikt. Ik vond hem gewoon heel ziek uitzien. Oké, laten we doorgaan naar de gliders. Ik heb ook best wel wat gliders in totaal. Dit zijn ze allemaal. Natuurlijk de meeste via de Battle Pass, maar ook een paar gewoon gekocht. En ik heb hier ook een paar als favorieten opgeslagen. Dus dan gaan we naar beneden. Zo, boom. Dit zijn ze. Dan gaan we door naar de favorieten. Ik heb er 7. Dit is een van de eerste... Of nee, volgens mij is het de eerste Legendary Glider die er ooit is uitgekomen. Uiteindelijk heeft hij een andere... Rarity gekregen. Daarnaast heb ik deze Laser Chomp. Die heb ik ook heel veel gebruikt aan het begin in Chapter 1. Dan hebben we Ollie. Is ook grappig. Daarnaast is deze best rare volgens mij. De Heartspan is een skin die je volgens mij alleen kan giften aan andere mensen tijdens Valentijn. En ja, dan moet je wel iemand hebben gehad die jou dat heeft gegift. Dus daarom dat deze volgens mij best wel zeldzaam is. Dan hebben we nog de Classified. En een van mijn favoriete umbrellas. Daarnaast is de Downpour ook een van mijn favoriete umbrellas. En deze is volgens mij ook best zeldzaam. Namelijk de Victory Royale Umbrella van Season 3 Chapter 1. Ik vraag me af hoeveel mensen deze hebben. Oké. Gaan we door naar de contrails. Dit zijn, hier heb ik er niet mega veel van. Dat komt omdat je er meestal niet heel veel van krijgt. Maar we gaan er even snel doorheen. Boom. Dan gaan we door naar de favorieten. Die staan hier. En dit zijn mijn favorieten. Namelijk de Flames vind ik vet. De Shooting Star en de Toilet Paper zijn allemaal heel nice. Dan gaan we door naar de normale wraps. Of de wraps in totaal. Dit zijn alle wraps. Ik zal ze even laten zien. Boom. Dit zijn ze. Let's go. Je kan ze allemaal rustig bekijken nog als je ze op pauze zet. Maar dit zijn ze allemaal. Oké, dan gaan we nu door naar de favorieten. Ik heb er 6 geselecteerd. Ik vind deze heel vet, de animatie. Ook deze animatie vind ik heel vet. Dan hebben we de Magma. Die lijkt een beetje op die vorige, maar dan wat rustiger. Deze vind ik heel vet. Dan, deze is uncommon, maar ook heel nice. En ik vind deze ook heel, heel mooi. Deze is natuurlijk leuk voor tijdens kerst. Gaan we door naar de icons. Ik heb er best wel wat. Victor Royale Founder icons. Ik heb er echt heel veel. Die heb ik niet per se een favoriet of zo. Maar ik heb er gewoon echt gigantisch veel. Gewoon random verzameld. Special. Pakket. Oh, dat ging wel heel snel. Ik weet niet of hier een iets speciaal... Ik heb die dubbelpump altijd aanstaan. Die vind ik gewoon grappig. Dan hebben we nog de music packs. Hier doe ik echt helemaal niks mee. Want ik heb het geluid altijd uitstaan. Dus hier heb ik niet echt een favoriet bij. En dan hebben we nog de loading screens. Daar heb ik er ook heel veel van. Maar ook hier heb ik niet echt een favoriet aan toegevoegd. Omdat ik loading screens niet heel bijzonder vind. Het is leuk. Maar ja, ik heb hier verder niet heel veel mee. Oké, laten we dan nu eventjes een skin samenstellen van mijn favorieten. Dat vind ik wel even leuk. Welke skin zullen we doen? Laten we gewoon deze erbij pakken. Waarom ook niet? Is en blijft een van mijn favoriete skins. En hij is super zeldzaam. Die Beyblade houden we. Laten we dan eventjes een andere pickaxe pakken. Ik vind deze wel heel vet. Dus die equippen we wel. We gaan echt een hele rare skin maken op deze manier. Maar hey, het is gewoon grappig, toch? Laten we dan deze... Heartspan doen. Ik wil iets met love zeggen, maar dat is het niet. Contrails, even kijken. Dan pakken we de favorietjes er weer bij. Dan pakken we de toiletpaper, want die is wel grappig. Dan pakken we nog... ik ben de emotes helemaal vergeten, joh. Ik ben alle emotes vergeten. Laten we die nog eventjes doen. Ik ben gewoon helemaal vergeten om de emotes te laten zien. Dan gaan we naar... ik ga ze eerst even snel laten zien, want het zijn echt heel veel... Ik vind voornamelijk die sprays zo oninteressant. Ik gebruik die nooit. Echt letterlijk nooit. Nou, ik heb er echt heel veel. Het duurt allemaal veel te lang om ze allemaal één voor één te laten zien. Maar ik heb er wat favorieten. Waaronder deze. De Lil Floaticorn. Dan hebben we nog de Mars Rock. Die vind ik vet. De Scootin. De Boing. De Breakin is heel vet. Een van de eerste die ik ooit heb gekocht. De Lama Bell. Zo, deze video wordt lang, joh. De Lama... Heel raar. Deze is super cute. Deze zijn echt heel vet.
Oké, dan gaan we door naar de Sign Spinner. Heel nice. Squat Kick. Best Mates. Heel nice. Bouncer. De Buzzy. Ik heb heel veel geselecteerd. Ik vind ze allemaal heel leuk. Die backflip is leuk. De Dab natuurlijk. Classic. De Eagle. Ook een klassieker. Dan hebben we nog de Flippin' Sexy. De... Oh, ik heb het geselecteerd. Oh nee, oh nee, oh nee. Dat wilde ik helemaal niet doen. Oh, moeten we weer naar favorieten toe? Oké. De Flippin' Sexy waren we gebleven of zo. Hier ergens. Hier waren we gebleven. Dan hebben we nog de High Five. Dan hebben we nog de kickback. Dat je lekker kan zitten is heel fijn. De Love It Up natuurlijk. Een van de meest toxic emotes die er ooit is gemaakt. Oh, deze is heel erg leuk natuurlijk. De Popcorn. De Set Trombone. De Springloaded. Dat je heel veel backflips maakt. Take the L. Die is best wel zeldzaam volgens mij. Ik denk niet dat heel veel mensen deze hebben. De Air Horn. Is altijd leuk. De Deep Dab. Ook vet. De Have a Seat. Dat je gewoon even gaat zitten natuurlijk. Gebruik ik ook heel vaak. De Hello Friend. Heel standaard, maar wel fijn. Jubilation. Ook die is heel leuk. De Matrix. Ook een hele vette emote. En de Rage Quit. Natuurlijk. Heel erg vet. Oké, laten we dit gewoon lekker staan. Dan hebben we mijn favoriete rap. Laten we die even snel selecteren dan. Want dan hebben we dat ook gedaan. Ik denk dat ik deze wel vet vind. Deze. Bam. Let's go. En dan hebben we de skin gedaan. Dit is mijn skin geworden. Een hele aparte reflex skin. Met een floatie op zijn rug. Ik denk dat we alles wel gehad hebben. Dames en heren, ik hoop dat jullie het tof vonden. Als je het vonden, drop even die like. En abonneer op de veel gevraagd mijn belletje aan. Klik op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!